We hebben zo hard gewerkt, we hebben zoveel leuke try-outs gehad. En mensen zijn zo enthousiast geweest. En met deze leuke groep, want we hebben echt een fijne club mensen, denk ik dat het gewoon goed gaat komen vanavond. Als we gewoon doen wat we de hele tijd hebben gedaan met deze voorstelling, dan gaat de zaal net zo uit zijn dak als bij alle try-outs. Dus ik maak me niet zo druk. En ja, ik heb ook wel zin om gewoon te spelen. Ja, ik ga niet liegen, ik vind het ook wel spannend. Ik bedoel, we hebben best wel hard gewerkt de afgelopen weken. En dan wil je ook gewoon dat het gaat zoals dat je het hebt voorbereid. Dus, maar ik heb er zeker zin in, ja. Ik heb zo genoten. Ja, het is echt een feel-good show. Ja, dat moet je gewoon zien. Op alle fronten spatten de kwaliteiten vanaf. En dit moet in het theater blijven, dit soort voorstellingen. Echt een spektakel gewoon. Helemaal te gek. Echt heel leuk. Volgens mij is het een voorstelling waar iedereen onwijs vrolijk de zaal uitkomt. Er wordt onwijs goed gezongen. Ja. Dus, Dans, holietje. Een lachje en een traantje was het. Het was fantastisch. Ik vond het normaal. Echt dat iedereen zo ontzettend straalde en sprankelde op het toneel. En ik werd er zelf heel blij van. Het was echt niet normaal goed. Het is heel erg feel good, dus je wordt er mega vrolijk van. Maar is het ook echt hele mooie, gevoelige, emotionele, stille scènes in. Jonah en Najim, ja. Fucking goed. Oh ja, dit moet je eruit knippen. Heel erg goed. Ja. Ik heb pijn in mijn handen van het klappen en het meeswingen. En het is echt een ongelofelijk cadeau. Het is heel erg mooi. Dat moeten mensen naartoe. Moeten nu een kaartje kopen. Nu!